Nee, er staan creepers trouwens, bedenk ik me nu. Hoe krijgen we hem zo omhoog geglitcht dat we heel hoog gaan? Oké, ook een stonkie is het niet. Misschien twee stonkies op elkaar? Waarschijnlijk was die 6 of zo. Hé, hey, het stonkie doet wel iets. Dus stel, we doen hier een paar pumpkins zo. Zouden we dan daarop kunnen komen? Zo. Padapam. Vaar! Oh, ik kom alleen de stonk op. Oh! Nou, gewoon doorgaan met dat, dat soul sand. En dan doen we er dripstone boven. Even kijken hoor, want daar moet dan dripstone. Maar ik heb niet genoeg soul sand daarvoor. Moeten we even halen. Heel misschien ligt het nog in het kasteel. Hier niet meer, hè? Oh, 32. Dat is genoeg. Oh, dit is zo dom. Ja, dit wordt een pure hel met dat dripstone wegzetten. Wat gebeurt hier nou weer? Wat? Oké. Zo gaan we de hele baan doen. Oh, dat is wel slim dat hij zichzelf onzichtbaar maakt. Nu weten we niet meer dat hij erin zit. 46 hebben we. Wat is hij allemaal aan het drinken, joh? Dan is hij weer zichtbaar, hoor. We hebben nog steeds de lama vast, want dat is, hij loopt weg. Oh, ja, is gelukt. Ik ben wel benieuwd. Kun je nou hier dood tegenaan glitchen, bijvoorbeeld? Hoi. Oh, ik beland er tussen. Hier moet ik even omhoog gieten. Hoi. Hey, ik ga niet dood. Dat is best knap. Hoi. Hey, er druipt wel water vanaf. Auw. Het ziet er wel uit als een redelijk leuke waterbaan, moet ik zeggen. Is dit irritant? Best wel, hè? Dat dacht ik ook al, ja. Gaat ineens heel traag, zo. What the fuck? Hoe kan het nou? Hoe kunnen we zo traag gaan? Ah, verdomme, man. Nee, er staan creepers trouwens, bedenk ik me nu. Ja, kut! Dit was mijn laatste, man! Nee! Oh, wat een zuur spel is dit. Ik ga zorgen dat ik niet meer daar naar boven ga zonder totem, oké? Ik heb letterlijk 5 totems daar verspild.